Goedendag mensen, ik koop me op pad. Vandaag zit ik hier in Himsel en man gok zo zit naar de markt. Het lijkt me zo gezellig, hè? Gewoon gezellig met die lui allemaal te praten. En ik heb een paar belangrijke vragen. Ik kan ze niet aan iedereen stellen, maar de ene vraag kan ik sowieso stellen. Aan iedereen, dat maakt niet uit. En die andere vragen, dat is voor geselecteerd publiek. Dus, kijk in, dan komen we op pad. Op de markt. Morgen. En dan gaan we nog een keer. Dan gaan we volgende week zaterdag gaan we nog een keer. Maar dan gaat het in de vrijwilligersmarkt. Wat is nou vrijwilligersmarkt? Nou mensen, vrijwilligers zijn mensen die hun lief en zaligheid inzet voor andere mensen. En daarmee voorkomt dat de betaalde krachten uitgegooid wordt. Want als je een betaalde kracht weggooit en een vrijwilliger wordt gevraagd om dat werk te doen, is natuurlijk niet echt vrijwilligerswerk. Dat is kostenbesparend werk. En er zit nogal een groot verschil in tussen kostenbesparend werk en vrijwilligerswerk. Maar dat is niet nou. Man gaan we naar de markt. Volgende week zaterdag gaan we naar de markt. En dat is de vrijwilligersmarkt. Dus let goed op. Koop maar nog pad. Dit is gewoon met koop maar nog pad. Ken je dat? Ken je dat? Ja, inderdaad, die zie ik nog eens voorbij komen. Ken je dat? En ik zit er met, en vannacht lag ik op bed en ik werd wakker en ik denk, dan moet ik toch een vraag, dan moet ik toch weten. Ik wil graag weten, wat heb je liever, de zomertijd of de wintertijd? Nou, doe mij maar de zomertijd. De zomertijd? Ja. Weet je ook hoe dat ontstaan is, de zomertijd en de wintertijd? Dat zal met de zon en de maanden te maken hebben, denk ik. Maar ik weet het niet. Want kun je uw zaak daar ook op inzetten? Als nou bijvoorbeeld Duitsland zegt, wij gaan de wintertijd gebruiken. Kun je dan gewoon zeggen, nou de zomertijd komt mij veel beter uit? Nou, ik denk dat dat weinig uitmaakt. In zakelijk opzicht al, hè? In zakelijk opzicht ook. Ik bedoel, kijk maar, dat uren verzetten, bij wijze van spreken, dat hoeft ze van mij niet te doen. Dat dan weer naar voren en dan weer naar achteren. Dat denk ik maar. Nee, dat giet er ook per 1 januari giet er dat vanaf. Dat is alleen maar beter. Maar nou zit ze met de vragen van, wat moeten we nou doen? Moeten we nou deze titel doen? Dus een uren voor Engeland? Of moeten we gelijk met Engeland met gaan? Dat we weer teruggegaan naar de wintertijd? Laat ze maar zo doen zoals nou hier. Zoals het nou is. Gewoon de zomertijd aanholen. En dan is het gewoon voor iedereen het, denk ik. Iedereen het beste. Engeland doet alles verkeerd. Ja, dan riet ze zelf aan de verkeerde kant van de weg. Weet je wat dat er komen is? Die hadden er zoveel borrels op, denk ik. Nee, die hebt te lang de perenkar achter de auto gehad. Dat zal het winnen. Dankjewel, hè. Je bent een man met een verschrikkelijk zakelijk inzicht, hè? Ja, dat is zo. Wat heb je liever, de zomertijd of de wintertijd? Nou, het maakt mij niet zo goed. Ik vind het wel eens leuk, weer wat vroeger. Ik heb er niet zoveel muiden mee, maar ik weet dat er heel veel mensen zijn die de muiden mee hebben. Nou, dan denk ik nou. Michonne die zegt dat wanneer 's middags om 12 uur de zon het kortste bij de aarde is, die tijd me aannemen. En ik weet niet wat dat is, als het nog zomer of wintertijd is. Ik denk het de wintertijd meer. Ik denk ook dat het de wintertijd is. Ja. Weet je ook waarom dat ontstaan is toen, de zomer en de wintertijd? Van de energiebesparing, hè? Dat er wat meer energie bespaard zou worden. Waren de mensen minder stroom nodig. Ja, precies. Nou had ik een idee. En kunnen wij de mensen niet bewegen dat ze dan opstaat als de zon opkomt en de bedden gaat als de zon weer onder is? Dat kan een heleboel dan doen als de televisie dat uit. Hè? Als die om 12 uur zegt van jongens, wij stopt. Hè? Of om 11 uur, wij stopt. Nou, dan gaat iedereen in de bedden, want dan heb ze niks meer. Ja. Hè? Meneer, ik neem de pet af voor uw commentaar. Dankjewel. Met Nora de Boer. Nora? Ik heb een hele belangrijke vraag. Wat is voor u belangrijk? De zomer of de wintertijd? De herfst. De herfst vind je het mooist? Ja. Mooie kleurtjes en het weer is niet meer zo warm. En nou ja, ik vind, ja, de herfst vind ik prettig. Maar zet u dan liever de klokkenuren terug of al u liever deze tijd die we nou hebben? Nee, ik wil liever de klok terug. Want dat is de originele tijd waar we vanaf zijn gekomen, vind ik.
Precies, nou heb ik nog een belangrijke vraag voor u. Ja, dat is niet de moeilijkste. Dat is niet de moeilijkste, maar dat is wel een hele vrouwelijke vraag. Oh jee. Ja, mag ik die weer stellen? Dat weet ik niet. Gaat u maar gang. Nou, is gisteravond is op televisie West dat Sintus, ja, die krijgt een heleboel subsidie, ja, van de regering. Ja. Nou, wordt wanneer hij ongehuurd moeder bent of gehuurd moeder en een ongewenste zwangerschap hebt, dan kun je die bij Sintus aflaten brengen. Je bedoelt dat de begeleiding voor mensen die ongewenst zwanger zijn en dan geven ze advies. Ja. Dat advies was niet helemaal zuiver, heb ik begrepen. Precies. Nou moet ik weer op mijn telefoon kijken, want dan ben ik die namen natuurlijk kwijt, ja, als het daadwerkelijk is. Ik ook. Ja, ik was het ook kwijt. Dus, maar wat vind je ervan? Dan zegt ze, oké, abortus moet kunnen. Ieder zijn mening daarover. Ja. Abortus moet kunnen, maar dan komt ze dan bij die abortuskliniek. Ja. En dan wordt er gesuggereerd dat je het maar beter niet kunt doen. En die suggestie vind ik een beetje niet zuiver. Ja? Dus stoppen we de geldstroom of volgen we de geldstroom zo aan en proberen we de meesten tot... Ik zou zeggen, probeer het eerst eens dat ze hun situatie kunnen verbeteren. Dus wel een subsidie totdat. Dat blijkt dat ze dus toch doorgaan met de suggestie, ik zou het maar laten zitten. Ja, ja, dus, precies. Ja, ja, nou. Dus daar binnen we nou wel uit. Ja, daar zijn we wel uit. Alleen de namen nog. Ja, ja, dat weet ik ook niet meer. Het leek inderdaad op die karretjes naam. Maar dat, nee. En waar is dit voor? Dit is bij Koopman op pad. Nou, gewoon afschaffen. En welke kant hebben we dan op? De linkerkant of de rechterkant? Nou, zoals de eerdere west is. De wintertijd? Ja, gewoon aan al. Gewoon deze een uur terug. En dan? Nee, zoals het eerder gewoon was. Gewoon zo laten zoals het eerder was. Ook beter voor de vogels en zo. Ja, is dat zo? Ja, zeker. Kun je het verschil maken? Ja, zeker. Vertel eens. Vertel eens, want dan ben ik heel benieuwd nou. Want als de dieren zo bent, nee, ben de mensen ook zo. Nee, alleen nog maar met lawaai weet je, ja, en alles. Kijk. En zo werkt dat. En met voeren ook? Alles. Maar ben ze dan ook vrolijk of merk je daar niks geen verschil in? Nee, alles is gewoon van slag. Dus er zitten uren tussen, ja. En die wisselingen, en dan als er een poosje naar haak is, dan giet het weer. Maar eerst, nee, dat is niks. Met de kiep nog niet, met de eierlengte niet. Dus het is gewoon algemeen goed? Nee. Nee. Nou ja, per 1 januari moet ze een beslissing nemen. Dan moet ze zeggen, wij maken zomertijd of wij maken wintertijd. Eén van de bij. Net als eerder. En dat is nooit geen probleem geweest eigenlijk? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik zozeer niet. Toen ging ik wegen, dan 14 dagen naartoe doorzoot. En dan moest je klok even een uur droog zetten. En dan, ja, en het is een andere kwam. Dan zet hij weer zomertijd. Maar ja, ik vind het wel lastig dat terug zet, maar ja. Heel lastig. Voor uzelf ook? Ja. Om een dagritme weer te vinden. Ja, maar niet met alle klokken en alles weer terugzetten en zo en bijzetten. Dat is, het is hopeloos. Tegenwoordig heen worden die gaat vanzelf, en die klok. Niks te doen, de televisie niet en nee, de computer niet, dat gaat allemaal wel automatisch. Maar ja, dat is zo'n klein groen mannetje. Ja. Android heet. Ja. En ja. Dan ben je de klokken die hij opdraait, maar dat met Android draaien. Android zegt van, wij doen het wel voor jullie. Ja. Mag ik hoeveel vragen stellen? Natuurlijk mag je. Ibert Zaakman. Ja. Je staat s'morgens vroeg op, ja, en je bent soms later weer thuis. Klopt, hè? Ja, dat klopt. Dit is een ochtendwerk tot 2 uur, maar uur of 3, 4 ben ik terug. En hoe laat ben je vanmorgen weggegaan? 5:30. Toen was het nog hartstikke donker. Toen was het nog donker, ja. Wat heb je het liefst voor jezelf? De zomertijd of de wintertijd? De zomertijd natuurlijk. Nou Giet, dan bent de regering voor 1 januari 2019, hè, met ze beslissen. Wat is Nederland dat? De zomertijd instellen of de wintertijd instellen? Nou zegt de mensen dat de wintertijd beter is voor het menselijk brein. Maar hier bent marktman. Je ziet hier voor de krant komen en je hoort een boel gesprekken. Wat is volgens u het juiste? De zomertijd aanhouden of de wintertijd teruggeven? Goed, dat is een goede vraag. De zomertijd aanhouden. Toch de zomertijd aanhouden?
qua handel is het misschien nog een stukje beter, ja. Maar als het goed is, dat weet ik niet. Maar ik denk als het, ik vind het altijd wel heel irritant dat de klok weer teruggezet wordt naar de wintertijd. Maar ik vind dat wel makkelijk als het gewoon één tijd is, het hele jaar door. En niet elke keer moet veranderen, dat vind ik wel. Dat zult er een hele bulte met u eens weten. Ja. Maar de tijd, is het nou voor jullie handiger wanneer Duitsland zegt wij doen de zomertijd, dat wij dan ook de zomertijd doen? Of zegt jullie dat maakt eigenlijk niks uit, dan kunnen wij best de zomertijd dan houden, al doet zij de wintertijd ook? Ja, ik vind het een moeilijke vraag, maar ik denk niet dat het heel veel uitmaakt, denk ik zelf. Dat denk ik niet. Je markt er niet zoveel van? Ik denk het niet, van omzet denk ik niet. En wat als het dan eerder licht is of later licht is, ja. Ja, nou ja, je bent nou met donker er ongeveer nog aan, hè? Dat klopt. En dan ga je ook naar ongeveer in het donker. Ja, dat klopt. Ja. En als je nog een hele dag hebt, zoals zaterdags, dan ga je met donker neus. En dan ga je weer met donker neus. Ja, dat klopt. Dus je zegt, het maakt niet zoveel uit als je nou zomertijd doet of wintertijd. Nee, ik denk het niet. Voor de markt, mensen die op de markt bent, zal het niet zoveel een verschil maken. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk het niet. En met wie ik nou het genoegen had? Maar als we ergens leren waren. Ik zit me wel eens af te vragen. Jullie bent mensen die de golden tijd in de automatisering met de meuken hebt. Vroeg het met aan, langzaam aan naar de computer toe en de computer heeft het langzaam opgenomen. Ja, maar nu is het gebeurd, nu komen we niet meer metkomen. Nee, oké, okay, dat begrijp ik, hè? Dat begrijp ik. Maar stel u nou eens voor. Aan de computer, ik zeg, maar dat is een voor doen. Bip. Ik zeg, ja, dan kan het een week nog niks. Dan giet de drok. Ja. Het is te snelle honden. Te snel, ja. De tijd is te snelle honden voor ons. Die ontwikkeling is te snelle honden. Ja. Wij schieten moeten naar de 80 toe, wezen spreken, maar dat is die periode die is in die 50 jaar dat we leven, dat is onvoorstelbaar. Zo hadden we gewoon in allerlei gebieden. Nou, je hebt toch geen radio? Nou, je zit jullie zo en ik heb zo ontzettend veel respect voor jullie. Want toen de telefoon, heb jullie de telefoon nog met een slinger mee te maken? Ja. Nee. Ja, ik heb mee te maken in de militaire dienst. Nee, wij ook. Die hebben wij wel mee te maken. Wij hebben een bedrijf dus. En dan houden ze zo'n draaiding. Ja, absoluut. Ook hopeloos hoor. Dat hindert niet, maar toen kwam de draaischijf. Maar vroeger heb ik nog geen telefoon, hè? Toen je natuurlijk waren. Nee, toen moest je naar de Pietreulieboer of zo, hè? Ja, naar de buren toe. Ja. Ik bloed geven voor het ziekenhuis, hè? Die belde naar de politie, want geen naar telefoon in de buurt. Dan kwam de politie aan de deur. Je moet een ziekenhuis, je moet bloed geven. Kijk jongens, als jullie ooit nog een keer weer treffen op de markt, dan wil ik door eens een keer graag met jullie over praten. Zitten jullie hier vaker zo, met die vijand? Ja, als het regent, dan niet. Maar ik vind dat zo mooi. Ik heb er ook wel eens over met mijn vader bijvoorbeeld. En dan zeg ik, je hebt toch de mooiste tijd met de markt. Bakkelietenplaat. De ja, nou. Precies. En dikke lampen erachter. Maar nu net ook over die supermarkt hoor, met de moderne winkel. Ja? Dat is geen zelf. Maar dan ben je gewoon vind die zaken aan het werk, ja. Zeker? Zeker? Nou. Die schendt mij naar de antenne van elke ding maar je op het scan. En dan als je naar de winkel uitgaat, dan moet je hem weer erop doen en dan heb je betaald. Kassa, je verzet er niet meer. Maar ja, scheelt het ook niet dan dat hij dan niet. Nou, er is geen mogelijkheid meer om te stelen. Oh, dat blijft altijd. Ja, dat is gevaar zit er wel in. Bent jullie ook wel trouwer geworden? Nou, die digitale wereld zo'n intrede maken, hè? Ja, wel wat, maar ja, ik heb er geen verstand van. Want je hebt met mij al die hinder, alle stuilen in huis. Kijk. Ik doe de deuren soms, achterdeur en die geen gelijk op grondel. En die woont nog steeds in Oldenzaalveld? Nee, ik woon in Ongeveen hier. Die woont in Ongeveen? Ja, er is een. Er zijn 2 uur voor het de fiets uit zo af en de computer uit zo af, deur op slot. Ja? Liter jenever in de koelkast neemt ze nog met. Dat vind ik karigste weg. Geen bordelie. Dat bedoel ik. Ja. Ik bedoel, als de computer weg is en de fiets is weg, dan maak ik me niks uit. Maar als ze een bordelie was missen, dan ben je een nacht wakker, hè? Ja. Dat bedoel ik precies, maar de bordelie, dat kreeg je niet zo gewoon weer. Eigenlijk de zomertijd, maar dan moet het niet te warm zijn. Zo rond, was dit jaar te warm? Ja, nou. Soms op een gegeven moment was het 38 graden. Nou, dan weet je niet meer wat je moet doen natuurlijk. Nee, daar ben je als mens niet op berekend, hè? Nee, eigenlijk niet. Maar op zich, de wintertijd vind ik ook wel weer mooi. Ik kan er echt genieten van het sneeuwlandschap. En merk je nou ook aan die kleine uit de klokken weer verzet? Ja, dan wordt ze ineens een uur eerder of later wakker. Ja, dat is heel apart.
En dan moet het meisje er helemaal weer aan wennen. Ze moet er even aan wennen, maar eigenlijk laatst was ik het zelf vergeten. En toen merkte je er niks aan. Ik denk als je er zelf mee bezig bent, dan wel. Dat is heel apart. Okay. Ik weet niet, maar ik had het laatst een keer, dus was ik het helemaal vergeten. Ja? De telefoon gaat vanzelf, hè, als je gewoon een Android telefoon hebt, die gaat vanzelf weer terug. Dus ik was het helemaal vergeten en toen was er niks aan de hand. Ik denk dat wel een beetje als je er zelf mee bezig bent, dat je er dan ook meer last van hebt. Dat denk ik wel. Ja, maar zij is op zich wel makkelijk. Als je een goede tip hebt voor jonge moeders, neem een Android. Dat heeft iedereen denk ik wel. En die markt er niks aan met Roekie. Nee, gewoon niet daarmee bezig zijn. Gaat allemaal vanzelf, hè, tegenwoordig. Alles gaat allemaal vanzelf. Je hoeft niks meer te doen. Nou heb ik nog een vraag. Oké, dan mag. En dat is, wel een hele vrouwelijke vraag. Oh, nou, stel maar eens even. Oké. Cyrus wordt gesubsidieerd door het Rijk. Wat? Cyrus. En Cyrus is een abortuskliniek. Nee, dat is het tehuis waar je in kunt met ongewenste zwangerschap. Oké. Dan zegt ze van abortus moet kunnen. Maar als je dan binnenkomt, dan zegt ze, nee, dat is helemaal niet verstandig, die abortus. Daar rol je van alles van over. Wat vind je ervan? Dat huis bedoel je? Ja. Ik vind het goed dat er is, want ik ben ook tegen abortus. Dat ben dus ik. Dat vind ik wel heel mooi dat ze toch proberen. Want er zijn zoveel andere manieren om het kindje ergens anders onder te brengen of ik geloof dat er altijd een manier is. Tuurlijk, het is niet mooi als je ongewenst zwanger raakt, maar ik geloof wel dat het kind is gewenst. Dat kind kan er niks aan doen. En ik weet ook zeker dat als je het wel doet als moeder, dat je er later echt last van gaat krijgen. Want tegenwoordig wordt het een beetje verteld alsof het niks is, een klompje cellen. Maar na 6 weken klopt het hartje al, hè? Dus nee, ik vind het goed dat die huizen er zijn. Dus die abortuskliniek is eigenlijk wel goed, maar vind je het dan goed dat ze dan, wanneer hij er binnenkomt en die stelt die vragen. Het is een abortuskliniek. Ja, en die stelt de vragen van ik ben ongewenst zwanger. Ja. Mag ik dat verwijderen? Dat ze dan zegt, denk eens goed naar wat hij doet. Want je kunt er ontsteking door krijgen, je kunt er onvruchtbaar door worden, je kunt, neem het allemaal meer. Maar ik bedoel, is dan de bedoeling van die abortuskliniek goed? Ja, dat vraag ik me inderdaad ook af. Misschien dat ze echt zelf ook gaan nadenken wat ze eigenlijk doen. Tenminste, dat hoop ik. Dat ze daar verder over nadenken, dat het eigenlijk niet goed is om abortus te plegen. Nee, ik ben tegen abortus. Ja, precies. Ja, dus het is een heel lastig iets natuurlijk. Nou ja, maar het is ook een vraag die nou aardig opkomt, hè? Ja, want het wordt wel gesubsidieerd door het Rijk. Ja, maar dat klopt. Maar ik geloof, ik ben een christen en ik geloof dat God ieder mens gewild heeft. Gewenst heeft, gepland heeft. En dat heeft met onszelf helaas is het geen goede timing of wat dan ook, maar het kind is wel gewenst, zoals wij ieder als mens gepland zijn en gewenst. Dus. Ik dank u voor deze mening. Hartelijk dank. Graag gedaan.